Goedemiddag allemaal. Het is 3 uur, dus we gaan van start. Van harte welkom bij dit webinar. Webinar Rijke Taal. Live of op een ander moment als je dit webinar terugkijkt. Er zijn veel deelnemers vanuit Gelderland en Overijssel aanwezig. Met name leerkrachten, leescoördinatoren vanuit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en ook voortgezet onderwijs. Van harte welkom. Ook zag ik diverse collega's van de bibliotheek voorbij komen. Goed dat jullie er ook zijn. Er bleek veel animo te zijn voor dit webinar, dus ook belangrijk om met elkaar vandaag in te zoomen op een rijke taal. Ik heet jullie van harte welkom vanuit mijn werkkamer hier in Zwolle. Mijn naam is Evelien Wietsma en ik ben werkzaam bij Rijnbrink, de provinciale ondersteuningsinstelling van de bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Ik hou me met name bezig met het primair onderwijs, bijvoorbeeld de Bibliotheek op School, als programma voor velen wellicht bekend. Achter het scherm is mijn collega actief, Iris. Achter de knoppen, zeg maar. En daarnaast ook de bibliotheekcollega's Harmke en Ellen, die ook de vragen voor jullie zullen beantwoorden. Dit webinar is een co-productie van Bibliotheek Dalfsen Nieuw-Leuzen, Bibliotheek Kampen, Staphorst, Zwarte Waterland, Stadkamer Zwolle en Rijnbrink. Waarom organiseren we dit webinar? Allereerst merkten wij zelf en ook vanuit de reacties vanuit het onderwijs dat er veel enthousiasme en belangstelling is voor het boek geschreven door Erna van Koeven en Anneke Smits. Het werd enthousiast ontvangen en daarnaast is er sowieso natuurlijk toenemende aandacht voor veranderingen in het taal- en leesonderwijs. Er zijn natuurlijk vele berichten bekend die aangeven dat de leesmotivatie van de Nederlandse jongeren helaas afneemt. En daarnaast ook dat Nederland al jarenlang terrein verliest als het gaat om leesprestaties. Samen werken we natuurlijk met elkaar aan een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder een goede geletterde samenleving. Dit doen we onder andere door een breed leesoffensief en de bibliotheken werken hierin eigenlijk ook al een langere tijd nauw samen met het onderwijs. Vanuit bijvoorbeeld programma's zoals de Bibliotheek op School. Veel van de bibliotheken die aanwezig zijn, maar ook die in organisaties zitten, hebben ook verschillende samenwerkingen. Ik denk ook even aan Kampen, waar er nu volgens mij ook veel mensen zijn die daar nu aan het kijken zijn. Waarin in een samenwerkingsplatform eigenlijk vanuit de BIEB en alle scholen samengekeken wordt hoe het taal- en leesonderwijs goed op elkaar aangesloten kan worden. Om het ook, ook de kwaliteit daarvan samen te verbeteren. En het boek Rijke Taal is ook voor hen een grote inspiratiebron. En dat geldt eigenlijk voor vele andere plekken in de beide provincies. Het aantal aanmeldingen, dat waren er echt heel veel, laat ook zien dat het thema aanspreekt. En dat we eigenlijk samen benieuwd zijn hoe we nu een duurzaam en betekenisvol taal- en leesonderwijs kunnen vormgeven. Wat gaan we vandaag doen? We zullen niet het hele boek kunnen samenvatten. En dat kunnen we ook niet vragen van Anneke, maar we kunnen wel een heel eind komen. En Anneke gaat ons meenemen in een aantal elementen vanuit natuurlijk haar onderzoek en praktijkervaring. En mooi ook om daar samen met haar op in te zoomen. In het eerste deel waar we zo meteen mee gaan beginnen, zal zij een presentatie geven over een aantal belangrijke inzichten omtrent rijke taal. Waarom is het nou eigenlijk belangrijk? Wat is het? Ook niet heel onbelangrijk. Maar ook waar vind je het? In het tweede deel zal Anneke meer inzoomen op wat te doen. Hè? Hoe ga je nou praktisch dat dan toepassen? Als je die rijke taal dan vindt, hoe pas je dat toe? Verschillende doelgroepen, verschillende leeftijden, in samenwerking met collega's. Nou, in deel 2 hopen we juist daarop in te kunnen zoomen. Volgens mij heb ik alle praktische zaken gehad. Dus dan rest mij niks anders om onze gastspreker aan te kondigen. Anneke Smits. Anneke Smits is van origine logopedist. Ze heeft 15 jaar op verschillende scholen gewerkt. Ze heeft ook echt de praktijk ervaren en is daarna gespecialiseerd in leesonderwijs. Sindsdien is zij docent op het Winnesheim en is hier ook lector. Anneke is dus mede-auteur van het boek Rijke Taal, die zij samenschreef met Erna van Koeven. En een ander boek van Anneke is nog de titel Dyslectische kinderen leren lezen. Anneke, ik geef graag het woord aan jou, zodat jij kan starten met het eerste deel van je presentatie. Anneke, je bent in beeld en volgens mij het geluid. Ja, en de presentatie komt eraan, maar het begint maar vast. Ik ben inmiddels ook unmute. Nou, dankjewel voor alle complimenten over ons boek. Daar wordt de mens dan weer best verlegen van. De titel van deze webinar is inmiddels geen verrassing meer. Die heet Rijke Taal. En Rijke Taal is natuurlijk niet alleen de titel van ons boek, maar is inmiddels ook
heeft een best grote rol gespeeld uiteindelijk in curriculum.nu voor het vakgebied taal, maar eigenlijk ook uit te breiden naar alle andere vakgebieden. Dus er is op een gegeven moment ook gezegd, ja, we moeten wel degelijk ook bij alle andere vakgebieden op gaan letten dat we rijke taal aanbieden in basisscholen en VO-scholen. Dus ja, dit is waar het over zal gaan. Ik zal nog heel even kort iets zeggen, maar Evelien heeft er eigenlijk al alles ongeveer gezegd. Behalve in onze boeken kun je onze ideeën ook terugvinden in, dus van Erna en van mij, in de blog Geletterdheid en Schoolsucces. We zijn natuurlijk allebei daarnaast ook nog betrokken bij de masteropleiding Lees- en Taalspecialist. En uiteindelijk is het allemaal begonnen op een klein schooltje wat eruit zag zoals dat schooltje daarboven. Dat is het schooltje. Ik werkte daar toen ik in Zwolle aankwam. En ik heb daar in totaal 15 jaar gewerkt. Naast werkzaamheden in veel andere Zwolse scholen. Maar dit is toch wel het schooltje waar ik ontdekte dat het uitmaakt of je leest of niet leest. Dit is een schooltje voor speciaal onderwijs. Mijn kinderen met leren- en opvoedingsmoeilijkheden. En toen ik daar kwam bleek al ras dat ongeveer wel de helft van de kinderen ernstige leesproblemen had op deze school. En wat ik ook ontdekte was dat als ze niet lazen of heel weinig of misschien alleen maar Donald Duckjes, dat ze altijd achterstanden hadden in woordenschat en begrip. En dat zich dat ook eigenlijk vrij snel en vaak binnen een jaar oploste op het moment dat ze wel gingen lezen. Dus dat to read or not to read, dat maakt het verschil. Wat is dan het probleem wat we op dit moment hebben in het Nederlandse onderwijs? Daar gaan we het niet zo heel lang over hebben. Maar dat is dat we heel veel tijd besteden aan taal met weinig resultaten. Dus dat betekent in internationaal onderzoek, in het PISA-onderzoek, is zichtbaar geworden dat wij een van de landen zijn die het allermeeste tijd aan taal besteedt op school, in de basisschool en voortgezet onderwijs. Maar dat wij tegelijkertijd alsmaar achteruit raken in resultaten. En dat geldt eigenlijk voor leesbegrip en dat geldt ook heel sterk voor schrijven. We hebben op dit moment problemen. Er zijn problemen zichtbaar in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, in het mbo, in het hbo, tot en met op de universiteit. En qua leesmotivatie staan wij op de laatste plek wereldwijd. En dat is nummer 77. Dus wij hebben de zwakste leesmotivatie van alle landen die betrokken waren bij dit onderzoek. Dus dat is wel een reden om ons zorgen te maken, omdat we ook weten dat leesplezier in ieder geval heel erg bijdraagt aan leesbegrip. Omdat als je leesplezier hebt, ga je meer lezen. Als je meer leest, krijg je meer leesbegrip. En bovendien ondersteunt dat ook de manier waarop je schrijft. En dan heb ik het niet over schrijfmotoriek. Op dit moment is het zo dat 1 op de 4 Nederlandse leerlingen risico loopt op laaggeletterdheid. En een risico op laaggeletterdheid betekent een risico om minder goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit is een aantal jaren is het een stuk beter geweest, maar de laatste jaren gaat het best snel achteruit. Dit zijn wij. Wij zijn een toets- en methodeland. Ik had deze dia nog veel voller kunnen zetten dan die nu staat. We gebruiken eigenlijk voor alles methodes en die, ja, niet iedere school natuurlijk, maar dat is steeds meer geworden. Dus we gebruiken, waar we eerst voornamelijk taalmethodes hadden, zijn we dat gaan uitbreiden met begrijpend leesmethodes, met spellingmethodes, met nou, noem het maar op. Schrijfmethodes. Alhoewel, en dan bedoel ik ook niet, dan bedoel ik stellen. Hè? En voortgezet technische leesmethodes. Die zijn er echt ook nog maar, nou ja, zeg maar zo'n 15 tot 20 jaar. Die waren er oorspronkelijk niet. Wij onderscheiden ons in internationaal verband
Doordat wij begrijpend lezen als vak bezien. Dat gebeurt niet in de meeste landen. En doordat wij zoveel methodes gebruiken. Ook dat gebeurt niet in de meeste landen. En doordat we ze ook nog vrij strak volgen. Dat ook dat gebeurt in de meeste landen niet. Dus we zijn, als je het. Ja, we hebben echt een hele specifieke onderwijscultuur wat dat betreft. Waarbij we ons moeten afvragen, al die methodes die we gebruiken, die laten eigenlijk het beeld zien dat we lezen en taal en woordenschat heel netjes methodisch als een methodisch leerproces kunnen zien. En de vraag is dan, is taal en lezen op school eigenlijk een netjes methodisch aan te pakken leerproces wat volgens stapjes verloopt? Of sluit taal en lezen toch dichter aan bij een ontwikkelingsproces? En wat is er dan nodig op school voor dat ontwikkelingsproces? Want op dit moment zien we dat die taal-leesontwikkeling, als die niet goed gaat, blijft die op een gegeven moment ook stagneren. Dus de vraag is het niet eerder een ontwikkeling? De antwoord is ja. In feite is taal en lezen voor het overgrote gedeelte een natuurlijke ontwikkeling die in een betekenisvolle, rijke context plaats moet vinden. Want anders gebeurt er niet veel. Met uitzondering van het aanvankelijk lezen leren, want dat is natuurlijk wel een leerproces. Je moet gewoon de letters en de leeshandeling leren. Met uitzondering van de werkwoordspelling, dat is het lastigste leerproces wat er is, zal ik maar zeggen. Want we weten eigenlijk al heel lang dat zodra je dat gaat aanleren in de basisschool, eigenlijk het slechter wordt, zeg maar. Dus dat het ook tot een hoop verwarring leidt, het leren van de werkwoordspelling. En het leren van grammatica, in ieder geval niet de grammatica van je mondelinge taal, want die leer je natuurlijk op natuurlijke wijze. Maar de grammatica met het benoemen van woord- en zinsdelen, dat is natuurlijk ook echt een leerproces. Dus dit zijn voor het grootste gedeelte leerprocessen. Maar spelling onttrekt zich daar toch ook nog wel een klein beetje aan. Daar zit ook een klein beetje natuurlijke ontwikkeling aan. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. De vraag is dan, hoe kunnen we zorgen dat dat op school ook leidt tot een rijke ontwikkeling. Hoe gaan we dan die rijke ontwikkeling vormgeven op school? Hoe kunnen we zorgen dat kinderen wel tot een grote woordenschat, tot verdiept begrip komen? Hoe geven we op school goed vorm aan dat ontwikkelingsproces? Dat is dan de vraag. Nou, de eerste regel daarbij is een rijk taalaanbod ontwikkelt rijke taal. En dat is natuurlijk, dat is een gegeven. Dit is heel duidelijk, onderzoek laat dit natuurlijk overduidelijk zien. En we stuiten hier natuurlijk ook op het probleem dat niet alle kinderen thuis een even rijk taalaanbod hebben gekregen. Kansenongelijkheid, er is een mooi onderzoek verschenen van de Erasmus School of Economics. Kansenongelijkheid begint in de wieg. En dat betekent dat als er thuis niet een rijk taalaanbod is, dat we thuis niet kunnen doorforceren om dat wel te doen. Want dat is niet iets wat je kunt zeggen, oei, jij biedt geen rijke taal aan. Nee, dat is eigenlijk de vicieuze cirkel waarin deze families geraakt zijn. En waarvoor hebben wij nou onderwijs? We hebben onderwijs om die vicieuze cirkel te doorbreken. Dat wil zeggen, in het basisonderwijs heb je de unieke situatie dat je kinderen toch 5,5 uur of zoiets per dag op school hebt, behalve de woensdag, ietsje korter. Je hebt ze dagelijks op school en wij kunnen dat rijke taalaanbod wel geven en we zullen het erover hebben. Hoe geven we nou wel en niet een rijk taalaanbod op school? Maar dit is de wezenlijke relevantie. Dat we kinderen die thuis geen rijk taalaanbod krijgen, dat we dat die op school geven. En als we een rijk taalaanbod geven, dan hebben ook de kinderen die thuis wel een rijk taalaanbod krijgen,
daar natuurlijk ook wat aan voor hun ontwikkeling, want die hebben niks aan een arm taalaanbod. Het is natuurlijk raar als op school je taalaanbod armer zou zijn dan thuis. Dat is niet de bedoeling. Een tweede regel die daarvan belangrijk belang is thematische kennisontwikkeling leidt tot rijke taal. Namelijk die wereldoriënterende vakken vormen bij uitstek de betekenisvolle context voor rijke taal. Want wat is er aan de hand in taalmethodes? Taalmethode X geeft vandaag themaatje I. Tegelijkertijd zit ik in mijn begrijpend leesmethode heeft weer een ander themaatje. Die wisselen meestal bijvoorbeeld nieuwsbegrip wekelijks van thema. Dan hebben we wereldoriëntatie, heeft een ander thema. Wat we nodig hebben is dat we langdurig werken over hetzelfde en dan hebben we het over 6 tot 8 weken. En dat we binnen die thematische context rijke taal aanbieden. En dat betekent dat we eigenlijk lang genoeg met hetzelfde bezig zijn, zodat we rijke mentale netwerken ontwikkelen. En daarbinnen ook de woordenschat ontwikkelen. Wat is nu een rijk taalaanbod? Dit is mijn favoriete dia. Dus waarschijnlijk mensen die mij al eerder hebben gehoord, hebben de mol al eerder zien binnenkomen. Hier is die. Wij lezen in Nederland kinderen van 3 tot 6 jaar, van 3 tot 5 jaar misschien, dit boek voor. Toen de kleine mol op een dag zijn kop boven de aarde stak om te kijken of de zon al op was, gebeurde het. Het was rond en bruin en het zag er een beetje uit als een worst. En wat nog het ergste was, het kwam precies op zijn kop terecht. Dit zijn 2 zinnen van de een 24, de ander 28 woorden. En je zou kunnen beargumenteren dat ze samen 1 zin vormen die bijna in het Guinness Book of Records kan. En met deze fantastisch rijke taal zie je eens hoe complex de zinnen zijn. Hoe samengesteld, hoe rijk. Maar dit is natuurlijk wereldliteratuur, hè? Dus je kunt wereldliteratuur natuurlijk niet altijd met andere taal vergelijken. Maar goed, dit is wel waar kinderen in middenklasse milieus mee te maken krijgen als ze nog maar klein zijn. Dit is wat zij hebben voorgelezen gekregen. Als ze 9 jaar zijn en ze zitten in groep 5, kunnen ze geconfronteerd worden met de volgende methode en eigenlijk met heel veel methodes die hierop lijken. De Romeinen hebben sterke legers. Daarmee veroveren ze bijna heel Europa. Ze komen ook in Nederland. De rivier de Rijn is de grens van hun gebied. Het gebied onder de rivier is bezet door de Romeinse soldaten. Aan de andere kant van de Rijn wonen de Friezen. Daar hebben de Romeinen soms ruzie mee. Dat kun je lezen, bla bla. U vraagt je af, wat valt je op? Kijk, normaal in een zaal zou ik even met jullie praten nu, want ik zou willen weten, wat valt je op in deze tekst? Wat valt je op? Nou, eerst natuurlijk die onmeunig korte zinnetjes. En het hakketakkerige ritme. En het ontbreken van verwijswoorden, verbindingswoorden. Eigenlijk is het een opsommende tekst, zou je kunnen zeggen. Hoe dit soort teksten tot stand komt, dat is vrij simpel. In de Tulendoelen is tot in de details uitgewerkt wat kinderen moeten weten over de Romeinen. En dat zijn eigenlijk allemaal woordjes die daarin zitten. Die uitgever geeft zijn schrijvers die woordjes. Die schrijvers die gebruiken al die woordjes in die tekst. Daarmee krijgt het zo'n opsommend karakter. En dan krijgt de schrijver van de uitgever ook nog de mededeling. Zorg dat het gemiddeld, dat je tekst gemiddeld 5 woorden per zin bevat. Ongeveer 5 tot 6. En waarom dat is, dat begrijpen we niet. Zorg in groep 5 dat je alleen tegenwoordige tijd gebruikt. Wat heel vreemd is, want dit is een historische tekst. Die speelde toch overduidelijk in het verleden. Je begint ook het gevoel te krijgen, ach gossie, moeten we ons zorgen maken over die Romeinen? Komen ze er echt aan, weet je wel? Van wat is er aan de hand met die Romeinen?
Wat zijn dat eigenlijk voor jongens? Wat komen ze doen? En uiteindelijk is het ook zo dat dit soort teksten ontzettend moeilijk te onthouden is voor kinderen. Het is zo dat we heel zeker weten dat kinderen dit moeilijk kunnen lezen, juist door het gefragmenteerd en opsommend karakter, waardoor het werkgeheugen overbelast wordt. Wat we ook heel zeker weten is dat ze hier geen taal van leren. Dus wat er nu gebeurt, is dat in onze wereldoriëntatiemethodes zit taal waar niet van geleerd kan worden, waar die dus niet bijdraagt aan de taalontwikkeling. En niet bijdraagt daarmee aan de begrijpend leesontwikkeling, want de taal- en kennisontwikkeling is fundamenteel voor de ontwikkeling van begrijpend lezen en taalbegrip. Dan zou je denken, misschien is het beter in onze methodes voor begrijpend lezen. En daar zie je eigenlijk, nou hier heb je een uit grip, links, de ijstijd. Je ziet net zo'n soort tekst, net zo fragmentarisch. In ons land duurt de zomer 3 maanden. Dat is ook zo met de herfst. Ook die duurt 3 maanden, net als de winter en de lente. Na de lente wordt het dan weer zomer. Kijk, als dit een boek was wat je kon kiezen om te kopen, omdat je dat voor je plezier zou willen lezen, zou je dat toch echt nooit kopen. Want het probleem is dat het dus opzommend is en ook een verhaalstructuur mist. Dus de menselijke hersenen zijn heel erg gericht op de verhaalstructuur. En een verhaalstructuur is niet een kunstmatig verhaaltje. Maar dat begint met wat voor vragen hebben wij over die ijstijd? Hoe zag dat er eigenlijk uit? Dus op een of andere manier wordt onze interesse gewekt. En onze interesse wordt hier bij uitstek niet gewekt. Datzelfde geldt eigenlijk voor nieuwsbegrip. En ik heb teruggezocht wat voor nieuwsbegrip, wat voor nieuwsberichten er ook waren over dat containerschip van de Ever Given. En als je dat eens opzoekt, dan zijn die zonder uitzondering heel veel interessanter dan deze tekst. Want dit is weer zo'n soort tekst waarvan we denken dat die voor het onderwijs zo hoort te zijn. De Ever Given, hij voert door het Suezkanaal. De Ever Given is een van de grootste containerschepen van de wereld. Het schip is 400 meter lang en 60 meter breed. Er staan duizenden containers op het schip. Het schip was onderweg van Azië naar de haven van de Rotterdam. Terwijl, nu weten we nog steeds niet dat hij vastgelopen is. En ook niet dat het zo'n ontzettende ramp is geworden. Er is absoluut een verhaal te vertellen over het containerschip de Ever Given. Namelijk een heel groot verhaal. En het wordt hier niet verteld. Hier zien we alleen weer korte zinnetjes waar feitjes gegeven worden en zoveel mogelijk feitjes. En de menselijke hersenen kunnen maar een beperkt aantal separate feitjes aan. Hier leren we geen taal van dit soort tekst. Ook leren we geen taal van dit soort tekst. Dit is eigenlijk hoe onze taalmethodes eruit zien vaak. Dat is, als je kijkt naar de meest recente taalmethodes, dan zie je wat methodemakers denken over taal. En dat is, taal is moeilijk. Je moet zoveel mogelijk plaatjes geven en zo weinig mogelijk tekst. En als we dat doen, dan compromitteren we de taalontwikkeling. Wat hier ook nog gebeurt, is dat, je kent dit soort bladzijden wel, die staat vol met hier een tekstje, daar een tekstje, daar een plaatje, daar een plaatje. Er is weinig logische relatie tussen. Dus het is heel erg afleidend, waardoor je eigenlijk van plaatje naar plaatje gaat hoppen en je op niks meer concentreert. Dus deze voldoet gewoon niet aan de psychologische regels, waar we heel veel evidentie voor hebben, over hoe je concentratie bevordert tijdens het lezen. Dus wat we zien is dat in taalmethoden steeds minder taal zit, steeds meer plaatjes en dat die plaatjes afleiden van de taal. Nou ga je je afvragen, bestaan er eigenlijk nog wel goede teksten? Ik vraag me dat nu wel af. Het antwoord daarop, tromgeroffel, is ja, ze bestaan wel. En je vindt ze ook op internet. We hebben hier een dia met waar je even... Dit is trouwens maar een stukje van de tekst. En hier zie je meteen hoe je wel een mooie tekst, en dat is notabene een scheikundige, deze dame, die mooie tekst heeft gemaakt. Oeh, ah, wow, huh,
Zo ging het tijdens mijn magische moleculenoptreden bij Noorderzon, het jaarlijks kunstfestival van Groningen. 20 kinderen schoven bij ons aan om gave scheikunde-experimenten te zien en te doen. Schuim vloog om de oren, kleuren explodeerden in een bord met melk en vingertjes zaten vast in de kleverige smurrie. Wil je weten wat we precies deden? Lees dan gauw verder. Nu krijgen we toch voor het eerst een zekere zin om dit te lezen. Bovendien zie je hier dus niet wat je net in die geschiedenistekst wel zag. Namelijk dat waar het gaat over de Friezen en de Romeinen. De Romeinen die ontmoetten dus die Friezen en daar hadden ze soms ruzie mee. En wat daar nou gebeurd is, dat is daar heeft eerst het woord conflict gestaan. En toen is het bij CITO door de machine gegaan die klikniveaus regelt. En vervolgens is er gezegd, ja, conflict is eigenlijk een beetje te moeilijk, dus maak daar maar ruzie van. Maar dat is de manier waarop kinderen het woord conflict nooit zullen leren. Je hebt dit soort taalgebruik nodig om je deze woorden uiteindelijk eigen te gaan maken. Daarvoor moet je lang... Nou begint mijn kat te miauwen, jongens. Daarvoor moet je... Ja, die kan ik niet de mond smoren. Dat is niet zo goed als ik dat zou doen. Maar je moet dus langer doorlezen over de magie van de chemie en over chemicaliën. En daardoor gaan jouw hersenen, als je langer in datzelfde thema zit, vanzelf deze woordenschat oppakken. Je moet 12 keer een woord tegenkomen in een betekenisvolle context, dus in het context van dat thema. En dan heb je de woordenschat geleerd zonder dat je leraar iets gedaan heeft. Verder, behalve dat hij geholpen heeft om jou intensief in contact te brengen met goede teksten. Nou, dit zijn plekken waarop we rijke teksten vinden. Vaak zijn rijke tekstenschrijvers, maar niet altijd. Vaak zijn het journalisten. Die zijn daar namelijk toe opgeleid om het brein te prikkelen van... Dus het kan wel zijn dat deze scheikundige een beetje geholpen is door een journalist met dit artikel. Dat weet ik niet. Maar dat zie je ook bij Nemo Kennislink, dat zie je bij Scientias. Dat zijn eigenlijk allemaal zeer professioneel geschreven teksten. En ik ben eigenlijk... Nou, ik heb wel eens bij Taal Actief, die engageren professionele schrijvers, heb ik wel eens goede teksten gezien. Maar voor de rest kom ik eigenlijk bij methodes zeer zelden goede teksten tegen, moet ik zeggen. Want ze zien er eigenlijk allemaal een beetje uit zoals op de vorige dia. En dit is echt extreem ongeschikt om taal van te leren. Het is leuk, maar het doet verder niks. Ik denk dat we al bij het filmpje zijn. Mogen we daar al heen? Ja, Anneke, bedankt inderdaad al voor jouw eerste deel. En je bent heel keurig op de timing, dat is heel fijn. Mooi om te zien hoe je ook met veel passie en bevlogenheid ook dit vertelt. En ook ja, gelijk eigenlijk zichtbaar maakt van ook aan de ene kant wat moet wel, maar ook eigenlijk wat niet. Hè? En ook, nou ja, je hebt eigenlijk al zoveel genoemd over het anders eigenlijk leren kijken en denken over het taal- en leesonderwijs. En straks misschien mooi met jou in gesprek te gaan ook over wat naar jouw idee ook echt het doel daar dan van is. Ja. Dat was de triangel. Mooi om zo te horen hoe zij ook via een pilot gestart zijn en ook met veranderingen bezig zijn in het taalonderwijs. En belangrijk ook om hier in de krachten te bundelen, zowel intern met collega's als dus ook in dit geval met de bibliotheek. Anneke, ik wil jou vragen, je mag je geluid dan inderdaad dempen, wat jou zo opviel in het filmpje wat de triangel weergaf. Ja, nou ja, eerst al denk ik hun uitgangspunt dat ze met Kids Week werkten. En Kids Week, ja, dat is ook zo'n enorm druk tijdschriftje met weinig tekst en veel plaatjes. Dus dat, je ziet precies weer hetzelfde beeld, zeg maar, over arme teksten ontstaan. En dat natuurlijk Kids Week bestaat uit teksten met vragen. En het probleem is natuurlijk...
dat we in Nederland zijn gaan denken dat we begrijpend lezen kunnen beïnvloeden door te oefenen met teksten en vragen. Terwijl we eigenlijk heel goed weten dat we het niet goed aan het doen zijn. Dus aan de ene kant doen we het allemaal met teksten en vragen en aan de andere kant werkt dat dus kennelijk niet. En gaat dat kinderen ook enorm vervelen, want je ziet ook in dit verhaal van de triangel, zie je dat kinderen veel liever zelf wat schrijven of zelf praten over en dat ze het ook veel fijner vinden als het niet de onderwerpen niet van X naar Y hoppen, maar als er gewoon één groot thematisch verband is. En wat de triangel natuurlijk dapper gedaan heeft, is zelfrijke teksten zoeken. Want dat, kijk, het zou zo fijn zijn als onze educatieve uitgeverijen die zouden aanleveren, maar vaak is dat niet het geval. Dus zij hebben, zij zijn eigenlijk in stap 3 van onze implementatie van focus. We hebben de methodiek focus ontworpen, Erna en ik. En daarover lees je in onze blog en in ons boek. En de stappen 1 en 2 zijn de simpeler stappen. En we komen straks op die stappen terecht trouwens in het vervolg van het verhaal. En stap 3 is eigenlijk de lastigste stap. En daar is deze school dapper aan begonnen. En dat is het vaststellen van met welke thema's ga je werken. En daarbij moet je natuurlijk in de eerste plaats altijd 2 mooie voorleesboeken boven de zone van naaste ontwikkeling voor kinderen zoeken. Maar daar zullen we straks op terugkomen. En daarna zoek je daar ook nog een setje teksten bij. Ja. Dus dat is wat zij gedaan hebben. Dus ze zitten eigenlijk in het hogeschoolwerk van de focusmethodiek. Zo zou je het kunnen zien. Ja. En het is natuurlijk niet alleen de bedoeling dat kinderen dat leuker vinden, maar de bedoeling is primair dat ze er meer taal bij ontwikkelen. Dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat. En het mooie is dat als kinderen voelen dat ze zich ontwikkelen, dat ze er dan ook blijer van worden. Dus kinderen geven je op een bepaalde manier wel terug of ze denken dat het zin heeft wat ze doen. Ja, ja. Ja, mooie toelichting Anneke en sluit erg goed aan. We hebben ook ondertussen wat vragen binnengekregen en ik wil daar een aantal van aan jou voorleggen. En één sluit volgens mij aan wat je net noemde. Dat is even bruggetje ook al met het VO. Want in het VO wordt vaak minder thematisch gewerkt hè, dan in het PO. Dus ja, hoe zie je dat daar? Zijn het grote verschillen qua actiepunten? Of ja, heb je daar ideeën bij? We hebben daar wel wat ervaring mee. Want ik heb jaren terug gewerkt in een programma voor vrij lezen voor het voortgezet onderwijs. En dat programma behelste ook voorlezen. En dat was trouwens ook, dat zijn APS en CPS die daar toen mee bezig waren. En daar hebben we ervaring op gedaan in VO-scholen. En wat een goede zaak bleek te zijn, is om samenwerking te zoeken tussen Nederlands en geschiedenis. Zodat bij zowel de lessen Nederlands als bij de lessen geschiedenis voorgelezen en gelezen kan worden, maar uit thematisch relevante boeken. Ja. Want op die manier, en dan met name het voorlezen vind ik altijd dat thematisch relevant kan zijn. Soms moet je kinderen nog laten lezen. Soms heb je niet genoeg thematisch relevante boeken. En zijn kinderen voor hun leesontwikkeling nog meer afhankelijk van populaire jeugdserieboeken dan dat, weet je wel, die zijn nog helemaal niet toe aan serieuze, aan de serieuzere werken. Maar die zijn echt nog bezig met serieboeken. En dat is een heel belangrijke fase in de leesontwikkeling. Dus die moet je, als ze vrij lezen, gewoon ook de kans geven te lezen wat ze willen lezen. En wat goed is voor hun leesontwikkeling. Terwijl als je boeken voorleest, dan moeten die boeken moeilijker zijn. Dus die moeten door kinderen niet gemakkelijk zelfstandig gelezen worden. En dat kan heel goed in samenwerking met geschiedenis. En toen merkten we dat aardrijkskunde zelfs jaloers werd. Aardrijkskunde eigenlijk ook wel wilde. En ik begrijp dat wel, maar geschiedenis veel makkelijker. Omdat het echt een verhalenvak is. Bij geschiedenis kun je met mooie boeken, met het voorlezen van hele boeken. Dus bij lesuur 1 leest de docent Nederlands een kwartier voor uit dat boek. Bij lesuur 8, bij wijze van spreken, leest de docent geschiedenis verder uit dat boek. En
Zo ga je maar door, zodat het ook binnen afzienbare tijd uit is. En dat boek ontwikkelt samen met, hè, dus twee boeken per thema liefst. Dat boek ontwikkelt niet alleen de taal, maar ontwikkelt ook historisch besef. Dat is dan de bedoeling, dat tussen deze twee leerkrachten gebeurt. Want anders heb je te weinig tijd, maar je hebt ook weer te weinig thematisch verband. En op die manier leg je eigenlijk op min of meer op dezelfde manier als in het basisonderwijs dit verband. Beviel heel goed op die scholen die dat deden. Dus dat is wat ik ervan weet. Ja, nou volgens mij geef je al hele duidelijke praktische handvaten daarin mee en suggestie. Ik ben benieuwd of kijkers daar ook gelijk bij denken. Ja, dat kunnen wij ook toepassen. We hebben nog een andere vraag, eigenlijk best wel veel verschillende. Dus even kijken wat een logische link is. Eentje bewaar ik voor straks. Ja, Anneke, je noemt eigenlijk ook al wel een aantal keer de methodes en uitgeverijen. Er worden wat specifieke vragen gesteld over ervaringen met leesmethodes, bijvoorbeeld Blink, maar ook Leeslink. Dat Leeslink haalt teksten uit kinderliteratuur. Is dat dan beter, wordt gevraagd. Hoe zie jij dat? Hè? En misschien dat je niet specifiek op deze twee kan ingaan, maar je hebt misschien wel een beeld bij de rol en de mogelijkheden op dit moment van de verschillende methodes en uitgeverijen. Ja, wat op dit moment nogal speelt, is dat uitgeverijen zeggen dat ze rijke tekst gebruiken, maar het niet werkelijk doen. Nou heb ik net even heel snel voorbeeldjes van Leeslink opgezocht om te kijken wat ik daarvan vond. En als dat is niet zo slecht. Die teksten zien er eigenlijk heel anders uit. Die zien er wat meer uit zoals op mijn dia met rijke tekst. En ik zei ook al net, in taalactief werden ook teksten uit de kinderliteratuur gebruikt. Ook van goede schrijvers. En dat is op zich beter. Alleen moet je dan wel oppassen dat je niet nog steeds in zo'n methode zit die ervan uitgaat dat teksten met vragen en strategieën leidt tot begrijpend lezen. Want dat is de andere kant ervan. Dat het is goed dat ze die teksten gebruiken, maar een dergelijke setup gaat niet noodzakelijk leiden tot beter begrijpend lezen. Omdat begrijpend lezen eigenlijk veel meer onder invloed staat van het lezen van hele boeken dan van teksten. Dus teksten op zich doen niet veel. En dat begint wat te worden als je heel veel teksten hebt over hetzelfde thema. Maar dan zou je ook over datzelfde thema moeten werken in je wereldoriëntatievakken. Dus dat moet zich dan doorzetten over de hele school. Dus Leeslink moet dan ook nog boekenlijsten voorzien die je gaat lezen. En gaat voorlezen en die kinderen misschien zelf gaan lezen. Leeslink moet dan ook nog discussieonderwerpen met kinderen voorzien. Dus en moet ook echt thematisch werken. En dus niet van dingetje naar dingetje hobbelen. Want dat is de manier waarop woordenschat en begrip niet groeien. Dus ja. Het is, dit is een onderdeeltje van Leeslink. Wat op zich het halen van teksten uit goede kinderliteratuur is goed. Maar dan zou het nog zo moeten zijn dat teksten bevorderlijk werken voor begrijpend lezen. Dat is niet echt waar. Ja. Ja. Dus het is wel handig om, maar je moet eigenlijk voorlezen boeken. En je moet eigenlijk boeken centraal zetten om je begrip te verbeteren. Hele boeken. Ja. Anneke, ik heb nog één vraag voor je. Eigenlijk is het dan een soort van bundeling van wat verschillende vragen. Want je noemde al eventjes, hè, van dat we soms juist ook denken van we moeten de taal die we aanbieden, de tekst die we aanbieden, eigenlijk makkelijker maken. Juist voor de leerlingen waarvan we weten dat die er wellicht ook moeite mee hebben. Hè, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs. Omdat we misschien ook bang zijn dat die rijke teksten gewoon niet goed genoeg begrepen worden. En er was ook een vraag daarover. Hè, van juist de zwakke lezers vragen juist om boeken met veel plaatjes en korte tekst. Ja, hoe zie jij dat? Dat is, wij hebben een soort overtuiging dat dat zo is. Kijk, waar ik niet op tegen ben, is het lezen van graphic novels en van stripboeken. Dus Donald Duck is geen optie voor dyslectische kinderen, daar leren ze niet van lezen, maar dat zijn ook allemaal korte tekstjes eigenlijk.
Maar graphic novels in hele series, bijvoorbeeld Geronimo Stilton en consorten, of nou ja, noem het maar. Graphic novels, als je daar een hele serie van leest, Het leven van een loser, ik heb daar hele goede effecten van gezien. Maar die zijn niet zo slecht als onze taalmethodes, hoor. Die zijn zo gemaakt dat ze wel degelijk een verhaal weergeven. Terwijl onze taalmethodes, dat is een en al illustratie. Dus bij de graphic novels maken, net als bij printenboeken, die illustraties integraal onderdeel uit van het verhaal. Snap je wat ik bedoel? En terwijl hier, dus het is zeker zo dat boeken met minder tekst, maar graphic novels hebben geen verarmde tekst. Die hebben niet die rare avian clip dingen die onze andere boekjes wel hebben. Dus ik zal nooit vergeten het verhaal op een conferentie waar ik per ongeluk binnenkwam bij die workshop. En ik dacht, wat doe ik hier? En toen kwam er een mevrouw die werkte voor een Engelse uitgever. En die Engelse uitgever deed iets heel bijzonders. Die vroeg alleen top kinderboekenschrijvers. Dus bijvoorbeeld onze Paul van Loon, zal ik maar zeggen. En die vroeg die schrijvers om boekjes te schrijven voor dyslectische kinderen. En ze hadden voor ieder boek dat ze publiceerden, hadden ze een panel van 100 dyslectische kinderen die door dat boek heen gingen om te kijken wat zij daar wel en niet lastig aan vonden. En toen kwam daaruit onder andere: langere zinnen zijn voor dyslectische kinderen geen probleem. Nee, logisch, juist korte zinnen die weinig zeggen met allemaal korte woordjes die weinig betekenis hebben, die zijn lastig voor dyslectische kinderen. Dus onze lage AVI-boekjes zijn bij uitstek lastig voor dyslectische kinderen. Dyslectische kinderen hebben de normale vloeiendheid van de taal nodig, ook om goed inferenties te kunnen maken over wat er gaat gebeuren. Terwijl in lage AVI-boekjes of in een boek zoals we net zagen, onze geschiedenismethode, daar zit niets voorspelbaars in. Dus alles wat zij kunnen compenseren op basis van hun taalvermogen, kunnen zij niet compenseren in die teksten. Dus je ziet die kinderen haperig en aarzelend gaan lezen, omdat ze denken, dat kan niet zijn dat dit hier staat. En ze hebben echt problemen met allemaal korte woordjes die op elkaar lijken. Dus onze ideeën, en dat bleek dus uit dat onderzoek, want zij hadden dus gebundeld van wat hebben deze kinderen allemaal gezegd. Langere zinnen, geen probleem. Langere woorden, helemaal geen probleem. Kan ik van harte beamen uit mijn eigen werk met dyslectische kinderen. Dit, dat en het zijn altijd een probleem, maar goochelaar en voetbalclub helemaal niet. Dus hoe inhoudelijker het wordt, hoe makkelijker het juist te lezen wordt voor deze kinderen. En hoe meer ze er voor hen hebben voor hun taalontwikkeling. We hebben het idee, als je, dat is ook een idee wat uit de wetenschap is gekomen. Oh, ik moet stoppen met het beantwoorden van deze vraag, of niet? Nou, stoppen hoeft niet, maar als je hem afmaakt, kun je daarna verder gaan met het tweede deel van je presentatie. Maar maak zeker je zin nog even af. We hebben het idee dat als je een bepaald percentage van de woorden niet begrijpt in een stuk, dat het hele begrip van de tekst niet meer deugt. Maar dat idee is wetenschappelijk onderuit gehaald. Dus het is echt niet zo dat als je een bepaald percentage van de woorden niet begrijpt, dat je dan de hele tekst niet begrijpt. Sterker nog, je bent gewoon je begrip van nieuwe woordenschat aan het opbouwen. Yes, zal ik mijn presentatie weer delen? Ja, Anneke, je mag verder gaan en de andere vragen en nieuwe vragen behandelen we straks later in het webinar. Ja. Dan gaan we hier hem weer opzetten. Dan gaan we naar de volgende dia. Jullie hebben goede vragen, hoor. Het zijn mooie vragen die er komen. Ik begrijp ze ook helemaal. Het is ook fijn. Boeken met rijke taal zijn de krachtigste leermiddelen. Dus ik zei net al in de gauwigheid, teksten niet. Taalboekjes op school niet. Wereldoriëntatieboekjes niet. Nee, boeken met rijke taal zijn de krachtigste leermiddelen. En dat zijn waar we het net over hadden eigenlijk. Dat zijn die boeken uit de kinderliteratuur. Dat zijn de gaafste boeken die we hebben. Ik bedoel, Dolfje voor groep 3 en 4.
Of de Rode Jager. Of de, nou ja, noem het, ja. Ik denk dat we straks nog een paar dia's met boeken krijgen. Ik hoop het. Er zijn ontzettend veel redenen om veel te lezen. Er is een prachtig Nederlands onderzoek gedaan in 2012, waaruit ook bleek dat de kinderen die gewone kinderboeken lezen, en dan heb ik het niet over Avi en Clip, de kinderen die gewone kinderboeken lezen, die hebben de rijkste taalontwikkeling en dat beïnvloedt in positieve zin hun scores op de CITO-eind. En dat kunnen we niet zeggen over onze methodes voor begrijpend lezen. Dus met hoe meer gewone rijke boeken we kinderen in contact brengen, hoe beter hun taal zich ontwikkelt. En dat heeft een invloed eigenlijk op alle onderdelen, blijkt, van de CITO-eind tot en met wereldoriëntatie en rekenen aan toe. Dat is bij rekenen niet zo raar, want er zit ook altijd taalopgave in. De 9 redenen om meer te lezen, en ik kan er altijd nog wel een paar bij verzinnen. Lezen bouwt je kennis op. En zeker als wij bij wereldoriëntatie boeken gaan hechten aan de wereldoriëntatiethema's. Want het hangt natuurlijk wel af van waarover je leest. Lezen verbetert je prestaties op school en verbetert je inzetbaarheid later in de maatschappij. Lezen verhoogt je motivatie en verhoogt ook je leesmotivatie. Kijk, leesmotivatie ontstaat niet uit het niets en ook niet door leuke leesmotivatielesjes. Dat kun je gerust vergeten. Motivatie voor lezen ontstaat door lezen te doen en door het juiste boek te treffen wat bij jou past. En waardoor jij voor het eerst ontdekt van dit is hem. Dus neem nu even een klein moment om een boek in jouw leeshistorie te bedanken voordat hij dat voor jou gedaan heeft. Ik vind dat echt belangrijk. En om het rare boek terug te denken, waardoor dat bij jou ontstond. En wij hebben de pedagogische taak om kinderen af en toe eens een boek aan te raden waarvan wij denken dat zou het wonder bij jou kunnen verrichten. En dat was het werk wat ik deed op dat kleine schooltje in Zwolle waar ik de eerste 15 jaar heb gewerkt. Ik zocht en zocht totdat ik een echt boek had zonder AVI-notering. En ik leerde het kind kennen en kennen en kennen. En ik dacht, ja, dit kon het boek zijn voor jou. En ja, dat ging 9 op de 10 keer mis. Maar je moet geduld hebben. Want bij de 10e is het raak. En bij sommigen is het al bij de eerste raak. En sommige boeken lenen zich daar beter voor dan andere, want wij werkten heel vaak natuurlijk met Roald Dahl. En er zijn bij mij ontelbaar veel kinderen geweest die uiteindelijk, weet je wel, die eigenlijk nog op die lavige AVI-niveau zaten te martelen. En die uiteindelijk de Griezels lazen of Mathilde of weet ik veel, een van de andere boeken. En die daardoor ineens moesten lachen om wat er was. En die ineens voelden, dit is het, dit maakt het verschil. En één boek. Eén boek is genoeg daarvoor. En daarna is je leesmotivatie ontstaan. En het handige is wel als dat ene boek geschreven is door een veelschrijver. Dat was Roald Dahl natuurlijk. Of in een serie past, zodat je meteen weet wat je nog meer wil lezen. Want uiteindelijk is het zo dat het handig is om een tijd lang in hetzelfde genre, in dezelfde serie te blijven. Want dan versterkt en je woordenschat en je woordherkenning. En ga je steeds beter lezen. Dus de meeste kinderen leren lezen in een serie. En dat vergeten we nogal eens. En we hebben vaak te weinig serieboeken op school. Dus dat is ook een moeilijke zaak. Het verhoogt in sterke mate je vocabulaire. En dat konden wij ook altijd gewoon meten op school. Dat hebben wij ook altijd gemeten. Als je een kind wat niet leest echt aan het lezen krijgt. In boeken die niet AVI-clip genormeerd zijn, maar die gewone taal bevatten, dan zie je daar meteen, in ieder geval na het eerste jaar, al sprongen in de woordenschat. Het verbetert je schrijven, het bouwt je achtergrondkennis op over allerlei mogelijke dingen. Het verbetert je begrip van tekststructuren, dus alles wat we zo martelig in begrijpend leesmethodes proberen aan te leren, dat komt vanzelf als je maar genoeg boeken leest.
Het heeft te maken met je persoonlijkheidsontwikkeling, dus met je identiteit. Je gaat nadenken over hoe sta ik hier tegenover, hoe sta ik hierin. En het kan je empathie verbeteren. Daar is allemaal wetenschappelijk bewijs voor. Al deze dingen is bewijs. En niet één bewijs, maar convergerend bewijs. En dat kunnen we bepaald niet zeggen van de methodes die we gebruiken. Want in heel veel gevallen is het tegengestelde het geval. Zo is er, als er tenminste überhaupt al onderzoek naar gedaan is, zo is er echt bewijs dat taalzwakke kinderen niet leren van nieuwsbegrip. Maar je zult ook begrijpen nu waarom. Om je woordenschat te verbeteren, om je taal te ontwikkelen, heb je minstens 2 hele boeken nodig over hetzelfde onderwerp. Dat soort dingen zit nooit in begrijpend leesmethodes. Dat zijn altijd korte fragmentjes en daarna gaat het weer over naar wat anders. Het maakt verschrikkelijk uit voor de taalontwikkeling en voor de leesontwikkeling wat kinderen lezen. Dat heb ik hier in groen en rood aangegeven, toepasselijke kleurtjes. Het maakt uit of het fictie is of non-fictie. Het moeten in ieder geval verhalende boeken zijn. En dat is meestal fictie. Dus de veel non-fictie voor kinderen ziet eruit zoals op een van de dia's met al die kleurtjes, plaatjes en heel weinig tekst. Daar leren kinderen geen taal van. Liefst zijn het series, meerdere boeken van een veelschrijver of meerdere boeken rondom een thema. En ze bevinden zich op of boven de aanbevolen leeftijd. Ik heb liever dat een kind een boek voor een volwassene leest als hij dat graag wil lezen. Dan dat hij blijft rommelen met te eenvoudige boekjes. Want je ziet dyslectische kinderen, als die niet goed ondersteund worden bij de boekkeuze en niet goed ondersteund worden bij het lezen, zie je die best nog wel eens gewoon vooral gaan verdunnen en niet ondersteund worden bij de smaakontwikkeling. We moeten kinderen ook echt helpen met hun smaakontwikkeling, te vinden wat zij echt mooi vinden. Daarvoor zijn soms graphic novels, stripboeken, luisterboeken en Yoleo zijn allemaal uitstekend geschikt. Ook luisterboeken ontwikkelen het begrijpend lezen, ontwikkelen de taal. En ik moet altijd denken aan onze kleine Karel op school. Nou, hij was hem niet zo klein en had een behoorlijk grote mond. Hij was zwaar dyslectisch toen hij bij ons kwam. En hij had iets heel vreemds. Toen we hem gingen testen, hij las echt voor geen meter. Toen we hem gingen testen, had hij een fantastische woordenschat, Karel. En ik vroeg Karel, ik zeg, jij slaat alles. Ik ben gewend dat dyslectische kinderen een heel lage woordenschat hebben, want die hebben niet gelezen. Ik zeg, maar hoe komt dat bij jou? Nou, zei hij, ja, Anneke, maak je geen zorgen. Ik vond niet dat ik mij daar druk over maakte. Maak je geen zorgen, dat is perfect verklaarbaar, zei hij. Want toen ik in groep 3 niet leerde lezen, toen zei de juffrouw, weet je, we helpen jou maar heel snel aan de luisterboeken. En dan kan je tenminste mooie boeken luisteren. En dan zien we nog wel eens hoe dat komt met het lezen. Dit kind had eindeloos luisterboeken geluisterd. Zelfs zonder mee te lezen. We hebben hem uiteindelijk ook nog gewoon aan het lezen gekregen, hoor. Maar daarvoor was hij goed toegerust door zijn leerkracht, die op tijd echte rijke kinderliteratuur had toegevoegd voor hem. Die had nou een rijke taalomgeving gemaakt. Dat is een interventie die we allemaal iedere dag kunnen plegen en waarmee we het verschil maken in het leven van kinderen. Wat we dus niet moeten geven of zo weinig mogelijk is dus we moeten niet geven AviClip verarmde boeken. Zo weinig mogelijk makkelijk lezen boeken. Wat ik wel eens even deed was smokkelen. En ik weet ook dat jullie smokkelen en dat moet je ook gewoon doen. Namelijk dan zocht ik in de makkelijk lezen boeken voor kinderen. Die zijn dun, die zijn soms nog goed geschreven, redelijk goed. Zocht ik precies uit wat voor thema kinderen voor gingen. Nou, er zaten er heel veel bij ons altijd over de Tweede Wereldoorlog. En sommige kinderen vonden dat heel mooi om over te lezen. En vervolgens probeerde ik ze te lanceren. En dat lukte dan ook vaak. In boeken over de Tweede Wereldoorlog. Die gewoon geschreven waren. Want je moet, en dan hielp ik ze met gewoon een stukje voorlezen. Of een stukje samenlezen. En vervolgens vonden ze dat een mooi boek. En dan gingen ze dat verder lezen. En dat waren dan natuurlijk meest ook series. Non-fictie met veel plaatjes leidt niet tot taalontwikkeling. Het zijn wel mooie boeken, maar het leidt niet tot taalontwikkeling. Zo kunnen we dat zien.
Hoe kom je aan een goede schoolbibliotheek? Een goede schoolbibliotheek bevat minimaal 8 boeken per kind. Dus je weet precies hoeveel kinderen je op school hebt en dan weet je wat de drempel is. Hoe kom je aan een goede schoolbibliotheek? Betrek natuurlijk je openbare bibliotheek. Die weten heel erg wat populair is bij kinderen. Die hebben iets wat wij niet hebben. En ik ben altijd zo opgericht om dat ook te krijgen. Maar die hebben namelijk uitleencijfers. En op basis van die uitleencijfers weten ze ontzettend goed wat veel gelezen wordt door kinderen. Als je dat trouwens wilt zien, kan je ook een klein beetje bij de Bruna terecht. Want de Bruna is niet een chique boekhandel, maar je mag van mij aannemen dat die de kinderboeken hebben liggen die goed verkocht worden, zeg maar. Maar het allerbelangrijkste is om het aan de kinderen te vragen. Wat willen jullie dat wij aanschaffen voor school? Wij deden dat. Dat is inmiddels zo'n 30 jaar geleden. De helft van onze populatie had ernstige leesproblemen. Ieder kind op onze school was in staat om boeken te noemen die hij graag op school zou willen hebben en die we niet hadden. We hadden een bedrag aan geld en je kunt zo ontzettend veel uitsparen als je geen taalmethodes koopt. Zeg maar. Je kunt daar ook echt wel een goed bedrag aan uittrekken. En ik was net van de week op een school in Amsterdam die ook besloten had om rijke taal tot absoluut speerpunt te maken. En die kwamen met de mededeling dat zij een enorm budget hadden vrijgemaakt voor de komende jaren om de bibliotheek die al prachtig was nog schitterender te maken. En ik moet zeggen, toen die kinderen bij ons die boeken hadden gekozen, dat ze alsmaar aan ons vroegen, juf, zijn onze boeken er al? Zijn onze boeken er al? En toen ze er waren, toen gebeurde er echt een wonder op school. Dus ook de kinderen die niet lazen, gingen het boek ophalen wat wij hadden gekocht voor hun. En wat ze natuurlijk al kenden, want anders wisten ze niet dat het zo mooi was. Maar voor die kinderen is het heel goed om dingen meerdere keren te lezen. En ik herinner me dat we op de grond zaten, met z'n tweeën deden we dit op school. Dat we op de grond van de boekwinkel zaten en soms verschrikkelijk moesten lachen over de boeken die we gingen aanschaffen. Maar neem van mij aan, kinderen weten echt beter wat goede boeken voor ze zijn dan dat wij dat weten. Wij hebben een heel ander mentaal netwerk waarmee we boeken lezen dan kinderen. Soms zitten daar ook dingen in waarvan wij denken, oeh, de tere kinderziel, is dat wel goed? Kinderen bepalen zelf of dat goed is. Als je toch het oordeel van een volwassene wilt en niet genoeg kijk hebt op recente boeken, want je moet natuurlijk ook boeken aanschaffen, niet alleen maar Dolfje, Weerwolfje, maar ook boeken die recent zijn gepubliceerd. Zo vond ik bijvoorbeeld zo'n mooi lampje, vond ik verschrikkelijk mooi. En het Pungelhuis heb ik recent gekocht. Ik koop ook allemaal kinderboeken. En ik vind dat zo heerlijk om te lezen. En op die manier, als je zelf veel leest, kun je natuurlijk ook kinderen heel goed adviseren. Want dan denk je, ach, dat zou die eens mooi kunnen vinden. Dat zou die eens mooi kunnen vinden. Dus jij doet ertoe als leerkracht natuurlijk, hè, in dit opzicht, hoe meer boeken jij kent. Ik heb ooit eens een tijd lang in het ziekenhuis gelezen. En toen hebben mijn collega's mij heel veel boeken uit de bibliotheek gebracht van school. En dat, zodat ik snel even alles kon lezen. Vooral in de vakantie als de kinderen er niet waren. Maar ik beveel je daarnaast dus van harte aan leesbevordering in de klas. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik daar de mooie boeken vandaan haal die ik zelf lees. Dan besluit ik op basis daarvan dat ik dat boek wil lezen. Nog 5 minuten heb je. Oh, en op die jaar hoeveel ben ik? Want ik kan het zelf niet zien. Je bent er nu, je hebt nog 10 te gaan. Oeh, veel te veel. Ja, dus misschien kunnen we eens kijken naar wat je... Dan gaan we even sneller door. Deze PowerPoint komt overigens ter beschikking. Hè? Dus je moet niet bang zijn dat je iets mist. Ik knip er ook niet stiekem dia's uit. Dus het komt allemaal tot jullie beschikking. Hoe kun jij zelf die rijke taal en eigenlijk begrijpend lezen en woordenschat beïnvloeden op school? Door hele boeken voor te lezen. Steeds 2 per wereldoriëntatiethema. Die te moeilijk zijn voor de kinderen om zelf te lezen. Door dat te doen in alle groepen 20 tot 30 minuten per dag. Per dag. Maar als je geen methodes gebruikt, dan heb je ook meer tijd.
En door met kinderen eigenlijk vooral na te denken als je voorleest, aan het eind van het voorlezen steeds weer over wat vind jij nou mooi in wat er net is voorgelezen. Want op die manier krijg je een, leer je heel positief te denken, maar maak je het ook heel persoonlijk voor kinderen. Voorlezen geeft kinderen taal die ze anders niet horen. 2, door lezen te activeren. Dat is natuurlijk vrij lezen. Dat is eigenlijk die tweede stap. Ik had het net over 3 stappen. Die eerste stap is voorlezen. De tweede stap is vrije keuze lezen. 30 minuten per dag op alle scholen vanaf midden groep 3. En dan help je als leerkracht de kinderen die nog niet zoveel smaakontwikkeling hebben om in het boek te komen wat zij nodig hebben, hun beslissende boek. Je zorgt dat er heel veel series zijn. Je doet het in alle groepen. En voor kinderen die niet kunnen lezen, doe je Joleo luisterboeken, graphic novels. We hebben zoekende en florerende lezers, maar we moeten eigenlijk af van het idee dat we kinderen hebben met leesproblemen. Want 1 boek kan het verschil maken voor kinderen. Waarbij we echt alles moeten vermijden wat kinderen kan demotiveren. Communiceren van DMT en AVI-niveaus, woordrijtjes, leestempo-oefeningen, boeken met AVI-clipniveaus, instructietafels waaraan rijtjes geoefend worden, methodes. Onvoorbereid hardop voorlezen voor de hele klas. Een boek moeten uitlezen wat niet leuk is. Dat is namelijk streng verboden om een boek uit te lezen wat niet leuk is. Een boek moeten lezen en boekverslagen maken. Alles wat nodig is om leesmotivatie te ontwikkelen is verloren raken, verdwaald raken in 1 boek. En dat is voor ieder een ander. Zoekende lezers helpen is een pedagogisch iets. Je moet de voorkeur, je moet het kind kennen. Maar het gaat ook over al deze andere aspecten. Klassenmanagement is simpel en praktisch, maar er wordt niet gelopen tijdens het leeshalf uurtje. En er ligt altijd een extra boekje op de bank voor het geval dat je een boek niet leuk vindt of dat je het uit hebt. Want anders moeten kinderen met die nog zoekend zijn, onze zoekende lezers, moeten die steeds naar de wc. Ik weet niet wat dat voor verbinding is met de blaas, maar dat is echt. De weg naar begrijpend lezen loopt via boeken en wereldoriëntatie. En daar heb je net een voorbeeld van gehoord. En dat betekent die laatste, die derde stap, hè, die we net in het filmpje al zagen. Kies een methode met langerdurende thema's. Of kies je thema's, zoek daar rijke teksten bij, maar maak in de eerste plaats dus je lijst met voorleesboeken, want dat was bij die thema's, dat was al stap 1. Werk daarmee met denken, schrijven, delen, uitwisselen, ook met schrijven. Dus integreer eigenlijk je hele lees- en taalonderwijs, en dat is dan totaal anders, dat is echt rijke taal, in je wereld. Oriëntatiemethode, met uitzondering natuurlijk van de werkwoordspelling, sommige spellingregels en grammatica regeltjes. Sleutelprincipes. Rijk taalaanbod ontwikkelt rijke taal. Boeken met rijke taal zijn de krachtigste leermiddelen. Besluit wat je niet meer doet. Want als je dit alles erbij gaat doen, ben je uit op een soort ramp. Want dat is wat we doen. We implementeren steeds maar bij en we halen er niks af. Voorlezen en zelflezen gebeurt op school. Dat is thuis echt aanmerkelijk moeilijker met alle afleiding die er nu is. Dat betekent, we hebben daar tijd voor, die maken we ervoor. En we gebruiken daar boeken voor. We zorgen dat we de boeken hebben. De beste interventie is een goed boek. Leesactivering is de voorloper, namelijk de enige, van leesmotivatie. Boeken maken het verschil. Echte boeken, hè? Zonder AVI-clip, de methode niet. Jij kunt het verschil maken. De methode niet, weten we ook al heel lang overigens hoor. Blijkt steeds weer, als we met methodes, als we gaan proberen wat het effect daarvan is, dan blijkt dat toch van de leerkracht af te hangen. Begin er gewoon mee, durf het, begin klein. Kijk en luister goed wat er gebeurt met de kinderen. Geniet daarvan, lees zelf kinderboeken en vertel elkaar verhalen over wat er gebeurt als je dit begint te doen. Nou, dat was de laatste dia. Kijk Anneke, heb je heel veel inderdaad verteld in de laatste paar minuten. Hopelijk nog helder, maar zoals al gezegd, de presentatie wordt ook nagestuurd. Dus dan heb je nog rustig de tijd om
om elke sheet zeg maar na te lezen, ook als het nu niet helemaal goed leesbaar was. Ja, goed om te zien hoe er ook op Doc 93 aandacht is voor het taal- en leesonderwijs, juist ook bij deze leerlingen. Anneke, ik wil jou vragen, wat viel jou op in het filmpje? Ik hoorde al iets over een onderzoek, maar wellicht heb jij ook nog wat andere zaken gezien waar je op in wil gaan. Hier gebeuren natuurlijk een aantal hele goede dingen. En het is heel mooi dat ze proberen om kinderen weer aan het lezen te krijgen. Dus je ziet hier dat de twee basisvoorwaarden eigenlijk dat daaraan voldaan wordt. Namelijk, er zijn goede boeken. We zagen ook series in de kast staan. Hè? Dus er stond duidelijk het leven van een loser was zichtbaar. Je zag dat er duidelijk series waren. En wat interessant was dat hij precies datzelfde zei over we moeten zoeken wat bij jou past. He, past horror of past levens echt? Of wat past hier precies? En juist bij deze kinderen is dat heel belangrijk. En wat je ziet is precies hetzelfde als wat wij destijds zagen. Is dat dit eigenlijk vrij direct de woordenschat van kinderen vergroot. Niet altijd de leesmotivatie. Maar uiteindelijk... kan die leesmotivatie alleen maar groeien als je leest. Dus het is essentieel dat je dat lezen blijft activeren. Dus dat je je niet laat belemmeren door het idee van de leesmotivatie is nog niet goed. Nee, kinderen zijn aan het lezen en dat is het allerbelangrijkste. Wij hebben op school op een gegeven moment een leesmotivatie vragenlijst afgenomen. En toen bleek dat wij een heel aantal goed gemotiveerde lezers op school hadden in de lerarenopleiding. En dat die niet lazen. Ik zie het liever andersom. Wel lezen en nog niet zo gemotiveerd. Want dat kan dan komen. Dus dat is iets wat echt heel belangrijk is om voor de geest te houden. Eerst lezen activeren en lezen doen. Die motivatie, dat volgt wel. Daarbij moet je ook denken van dat de manier waarop deze peer group met elkaar praat. Waarop die kinderen met elkaar praten. Is natuurlijk lezen op een of andere manier heeft een imago van niet hip. Dus we moeten ook het imago van lezen verstevigen. En dat kan natuurlijk ook gewoon met stevige onderwerpen. Door niet allemaal softe, tere, kinderzielsparende boekjes. Maar door stevige onderwerpen waar kinderen echt in geïnteresseerd zijn. Ja. Dus dat is een beetje mijn reactie. Ja. Ik vind het mooi en het leunt verschrikkelijk dicht aan tegen wat wij vroeger deden. En het is ook, in feite is deze, is Doc 93 is de opvolger van het schooltje waar ik voor werkte. Dus dat klopt ook wel een beetje. Ja, mooi. Maar ook hoe je zegt dat we niet moeten wachten tot die motivatie vanzelf soort van... Nee. Ja, maar dan moeten we eigenlijk samen met elkaar aanwakkeren, juist bij de leerlingen. Ja, en we moeten ook nog opletten dat als ze wel gemotiveerd zijn, dat is mooi, maar ze moeten wel lezen ook. Ja, precies. Ik heb er meer aan dat ze lezen voor de taalontwikkeling dan dat ze ervoor gemotiveerd zijn. Ja. Heldere visie heb je daarop, Anneke. Ik heb nog twee vragen. Het zijn twee hele verschillende. Ik begin even met eentje die misschien toch bij sommige kijkers nog leeft. Want ondanks je pleidooi voelt het dan toch iets van, maar is het dan wel voldoende om echt alleen maar te lezen en daarover te praten? Het gesprek, dat heb je natuurlijk wel ook aangehaald. Het gesprek over wat er gelezen is. Maar leidt dat dan ook echt tot een hoger resultaat bij bijvoorbeeld begrijpend lezen bij de CITO? Is dat echt, lukt het de leerlingen dan wel voldoende om dat te begrijpen? Misschien is het toch iets in van, hebben we daar dan wel genoeg grip op? We weten heel zeker dat de huidige leesmethodes niet leiden tot een hoger resultaat. Dus dat we die vraagtypes alsmaar oefenen en dat het eigenlijk niks oplevert. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om die vraagtypes. Het gaat om de taalontwikkeling. Als ik een goede taalontwikkeling heb, dan begrijp ik en de tekst en de vragen. Als ik die niet heb, begrijp ik en de tekst niet en de vragen niet. Dus ik kan wel eindeloos die vragen gaan zitten oefenen. Maar dat betekent niks voor het begrip van de tekst wat daar gemeten wordt. Dus we weten dat de huidige begrijpend leesmethodes, zoals we het nu oefenen, dat die geen effect hebben daarop. Maar ook geen effect hebben op de taalontwikkeling. Dus wat we eigenlijk echt aan het doen zijn, is het begrip vergroten. En het grappige is dat in die begrijpend leestoetsen, daar zitten wel echte rijke teksten. Zijn onze kinderen helemaal niet gewend om daarmee om te gaan, want die komen op school eigenlijk niet voor.
Dus we zijn heel erg onbedoeld hoor, want het is heel tragisch. Zijn we onbedoeld? Taal heel erg hebben we verarmd op school. En die verarming vind je helemaal niet terug in de teksten die in de CITO begrijpend lezen zitten. Dat zijn hele gewone teksten. Dus ja, de onderliggende aanname lijkt altijd te zijn, als ik die vraagtypes maar oefen, dan komt het wel goed. En dat klopt niet. Wat je kunt doen, wat wij dan aanraden als soort van, nou ja, vooruit voor het geval dat, is dat je gewoon een week van tevoren die kinderen een beetje laat zien hoe dat werkt en wat dat betekent, die vraagtypes. Maar als kinderen werkelijk een hele goede taalontwikkeling hebben, hebben ze helemaal geen moeite om met dat soort vraagtypes om te gaan. Waar ze moeite mee kunnen hebben, is dat het allemaal hele letterlijke vragen zijn. Omdat hun niveau aan het toenemen is, kijken zij niet meer zo letterlijk naar teksten. Dus een van de redenen dat Nederland internationaal zo uitvalt op een toets die ook niet letterlijke vragen, die hogere orde denkvaardigheden vraagt, is dat wij compleet gericht zijn op het beantwoorden van letterlijke vragen. Maar dat is natuurlijk het leven niet. Kinderen hebben het nodig om ook na te denken over teksten, dingen af te leiden uit teksten. En het maakt daarbij, kijk, in het wilde weg boekjes lezen, dus wat ik zei, van het hangt er wel van af. Hoeveel tijd neem je ervoor? Hoeveel ondersteuning bied je? Zorg je dat kinderen die niet lezen, die maar wat naar het plafond staren, dat die ook gaan lezen? Zorg je dat daar goede boeken bij komen? Zijn die boeken echt op of boven de leeftijd? Zijn ze niet aanvullend? Het hangt dus wel een heel samenstel, want zo simpel is het niet. Ja. Dat is het antwoord. Ja. Hier hebben we een blog over geschreven, overigens op geletterdheid en schoolsucces. Dus daar kun je iets van vinden. Ja, ja. Simpel is het zeker niet. En er is hier ook nog veel meer over te zeggen en te lezen en met elkaar te ontdekken. En we hopen natuurlijk ook dat dit webinar daaraan bijdraagt om dat juist ook verder te gaan vervolgen. Er was nog één vraag. Dit is de laatste vraag die ik wil voorleggen, Anneke. Dan gaan we afsluiten. Want misschien dat dit antwoord ook wat voor de andere kijkers relevant is. De vraag is namelijk, wat moet de taaldocent van de PABO aan de toekomstige leraar meegeven als het gaat over rijke taal? Is daar nog iets over te zeggen? Dat je zegt, nou, dat is essentieel en geldt dus ook voor de rest van de kijkers. Ik denk dat, behalve wat we vandaag gedaan hebben, want dit vind ik eigenlijk moet allemaal tussen de oren zitten van nieuwe studenten. Ik vind dat studenten op stage ook moeten kijken naar wat voor methodes zijn hier. En is dat nou eigenlijk rijke taal of is dat arme taal? Hoe kijk ik daarnaar? Dus je moet echt leren kijken naar wat is rijke en arme taal. En tegelijkertijd denk ik dat de PABO zou moeten meegeven, maar dat is niet zo makkelijk. Dat zeg ik meteen eerlijk, want ik heb natuurlijk ook heel veel met de PABO te maken. Ik werk met ze samen, hè. Dat er maar één weg is om leraar te worden. En dat is een lezer te zijn of een lezer te worden. Dus het is prima als je nog zoekend bent op het moment dat je binnenkomt. Maar het is niet prima dat je nog zoekend bent op het moment dat je weer weggaat. En waarom is dat zo? Omdat lees je of lees je niet beïnvloedt ook jouw woordenschat. Het is ook de rijkdom van jouw taal die daardoor bepaald wordt. Dus lees je niet door je kinderen in talig opzicht in je klas tekort. Ja. Nou, Anneke, je boodschap is heel helder. En bedankt ook voor deze krachtige afsluiting en een oproep aan ons allemaal natuurlijk om zelf ook te lezen en het toe te passen. Anneke, hartelijk bedankt ook voor je verhaal en je tijd. En er is veel interactie ontstaan in de laatste periode ook in de chat. En we hopen dat we op een heel aantal vragen alsnog antwoord kunnen geven later. En dat ook mee kunnen sturen met de terugkijklink en de presentatie. Voor sommigen is dit wellicht helemaal nieuw. Voor anderen zijn al langer bezig met dit thema. En we hopen dat dit webinar kan bijdragen eigenlijk aan het vervolg van jullie proces op de scholen. In samenwerking ook wellicht met de bibliotheken. En als je vragen hebt, sluit dan ook inderdaad de bibliotheek aan om daarover verder in gesprek te gaan. Als je nog een reactie voor ons wil achterlaten in de chat, dan kan dat. Dat mag nog een vraag zijn, dat mag ook een opmerking zijn over dit webinar. Heel fijn juist ook om dat mee te krijgen. En nogmaals dank voor jullie aandacht, ook namens de organiserende bibliotheken. Kampen, Dalfsen, Zwarte Waterland, Staphorst, Stadkamer Zwolle. En wij wensen jullie allen een fijne dag verder.